omdat het stadskas uiteraard beperkt is en we moeten ook altijd goed afwegen naar waar het belastingsgeld gaat. Daarom zijn we heel blij dat we vorig jaar met de Vlaamse overheid een afspraak hebben kunnen vastleggen, een overeenkomst hebben kunnen sluiten, waarbij dat er een timing is afgesproken wanneer welke kerk gerestaureerd kon worden en hoeveel subsidies dat we daarvoor kregen. En die 2 miljoen hebben we nu in 2013 gekregen voor de Hansbijkerk. De stad moet daar 400.000 euro bijleggen, wat dat al een haalbare kaart is. Dus we zijn heel blij dat we op deze manier toch kunnen starten met de restauratie van een van onze historische kerken. We gaan beginnen met de buitenkant. Dus de gevel gaat eerst gerestaureerd worden. In een tweede fase gaan de ramen aangepakt worden en de loodconstructies daartussen. Vervolgens gaat de verwarming volledig vernieuwd worden in de kerk. En dan als laatste fase gaat het interieur vernieuwd worden.